Kijk, het is een hartstikke belangrijk onderwerp. En het feit dat de scholen, of leraren op de scholen, of schoolleiders op de scholen, nu nog weinig melden, zou je goed nieuws kunnen noemen. Want dat zou kunnen betekenen dat er rondom kindermishandeling en huiselijk geweld niet al te veel problemen zijn. Maar de eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat ondanks het feit dat het wel de goede kant op gaat, het nog steeds echt een reusachtig probleem is. Dus wat we denk ik moeten doen, en daar werken we heel graag aan mee, dat is dat dit tussen al die professionals op de scholen, dat het echt tussen de oren komt te zitten. Dat geldt voor bestuurders, schoolleiders en mensen in het primaire proces, de leraren. Dat is denk ik één. Dat doen we denk ik ook vanuit het idee dat het is zeker voor leraren die dag in dag uit met leerlingen bezig zijn, het is wel ingewikkeld om het te herkennen, te onderkennen, daar in de opleiding aandacht voor te vragen. Dus dat zijn wel dingen waarvan ik denk, dat kan best nog wel iets beter. Ja, we hebben dat op andere terreinen ook wel, hè? Een soort ambassadeur, een soort iemand die een van de collega's is die daar specifieke aandacht voor heeft. Maar ik zeg er altijd weer gelijk bij, dus net als met mentoraat en met een decaan, je moet niet afhankelijk worden van één iemand. Dus als één iemand op de school daar een beetje de trekker in is, hartstikke goed. Hè, want dan zorgt die ervoor dat het levend gehouden wordt. Want het is wel voortdurend aandacht vragen voor dit vraagstuk. Kijk, gelukkig is het zo dat je incidenteel dit soort vraagstukken tegenkomt. Waarschijnlijk meer als je er meer op gaat letten. Als je er meer op gaat letten, zul je waarschijnlijk zien dat er meer gemeld gaat worden. Ook in de richting van Veilig Thuis kun je natuurlijk je meldingen doen en kun je vragen stellen. Maar dat is dan de kanttekening die ik erbij maak. Maar één van de collega's daar een beetje de aanjager van zijn, dat zou denk ik een goede zaak zijn. De samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn natuurlijk eigenlijk die samenwerkingsverbanden die op het terrein van onderwijs en zorg een hele belangrijke rol spelen. Dat is toch een beetje het knooppunt daar. Het zou goed zijn dat die samenwerkingsverbanden ook in die beweging tegen kindermishandeling een belangrijke rol spelen. Zij zijn degene die specifiek ook met zorg spreken. Dus ik zie ook wel degelijk een rol voor de samenwerkingsverbanden weggelegd, ja.